Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door ABS Autoherstel Peter Brouwers in Roermond. Met Herregod en Bert gaat iets vertellen over de zomerwandelingen. Heb ik dat goed, Bert? Dat het, die opdracht heb ik gekregen, dus dat wil ik wel uitvoeren, ja. Nou ja, je bent stadsgids? Ik ben stadsgids. In 2013 ben ik stadsgids. En we hebben in de zomertijd altijd zomerwandelingen. Die zijn dit jaar van 17 juli tot 28 augustus. Op de dagen dinsdag, donderdag en zondag. En die beginnen om 11:30 tot 1:00. Dan leiden wij mensen rond die wat spontaan naar de VVV komen. Of die wat ze via een ticket hebben aangemeld. En dan iedere gids heeft zijn eigen route of heeft zijn eigen manier welke gasten dat er zijn. Om een rondleiding in deze prachtige stad te geven. En dat is hartstikke leuk om een reden van. Dat je natuurlijk een diversiteit van mensen krijgt, soms met kinderen, soms tweetalig, als je Duitsers hebt en Nederlanders. Dan leiden we die mensen rond in de stad. En ja, meestal in bezoek met de kerk als ze dat op prijs stellen. Of als er andere mensen zijn, daar willen we graag een invulling aan geven. Hoor ik nou goed dat geen wandeling hetzelfde is? Dat is, heb je heel correct opgemerkt. Iedere gids denk ik dat zijn eigen identiteit heeft. En heeft een bepaalde voorkeur voor een bepaalde kerk of voor een bepaalde route in de stad. Tenzij dat de mensen zeggen, nou ik wil specifiek iets over, ik noem maar iets, de synagoge weten of over Kuipers weten. Dan haken wij erop in en proberen in samenspraak met die andere mensen, of die dat ook leuk vinden, om daar een invulling aan te geven. Maar het kan niet zo zijn dat we alleen maar rondjes draaien in de stad en dan sleuteltje in de rug en rondlopen. Dat kan niet de bedoeling zijn van een stadsgids. Je moet je liefde voor die stad moet je proberen over te dragen aan de mensen die hier te gast zijn. Ja, want dat is het, hè? Liefde voor de stad. Ja, dat is onze spreuk die wat al jaren voert. En je moet echt verbonden zijn met de stad. Je moet je stad mooi vinden, anders kun je het niet overdragen. Naar mijn mening, persoonlijke mening dan. Nou, nu even een gewetensvraag. Wat is het mooiste van de stad? Dat is, ik kan het niet in één woord noemen. Het pareltje van de stad is bijvoorbeeld de oase van het park in de stad, het stadspark. Waar heel veel mensen zomaar voorbij lopen. Ja, er staat ook een grote muur omheen natuurlijk. Hè? Tuurlijk, maar je hebt daar het Kartuizerklooster, de Caroluskapel, de Münsterkerk, het Münsterplein is natuurlijk hartstikke geweldig. Ja, noem maar op, de voorstad is een hartstikke mooi iets. En we beperken ons niet alleen voor de stad, we gaan ook naar Herten toe, we gaan naar de Kem toe. We kunnen in Mesnier lopen, dus het veld is een andere groep die wat dat doet. Dus we zijn divers, of je fietstochten hebt, busreizen, het kan allemaal. Ja. Dus we zijn niet zeg maar een hele kleine gemeenschap die wat alleen maar dat doet. We zijn veel breder en er worden ook ieder jaar nieuwe invullingen aangegeven. In de zin van nieuwe wandelingen, nieuwe thematiek. De wereld verandert ook om ons heen, dus en daar moeten wij op inhaken. Ja, maar dat betekent dat jullie een hele grote groep zijn. We zijn met 29 gidsen die in de stad rondlopen. En die, zoals een zomerwandeling is dat ingeroosterd. Maar we krijgen ook bijvoorbeeld nu met Rieu-optredens, daar komen ze morgens hier naar de stad. Die leiden weer rond en die gaan of de avond naar Rieu toe of de dag erop. Er zijn gezelschappen die komen, er zijn bedrijven die komen. Eigenlijk vind ik het, zeker voor de Roermondse bevolking, is het misschien wel heel erg goed om een keer door de stad te lopen. En niet alleen naar de etalages te kijken, maar met een gids mee te lopen. Ook niet met een foldertje, maar gewoon te luisteren wat die gids te vertellen heeft. Want we hebben zo'n mooie stad en we lopen daar straal voorbij. We hebben onlangs een serie gemaakt van Kiekjes Omhoog. En het was voor mij ook heel verrassend dat als je omhoog kijkt, dat je ziet dat deze stad qua architectuur gewoon een van de mooiste steden van Midden-Limburg is. Ja, precies. En we hebben heel veel architecten die wat hier in Roermond hebben gewerkt. Ja, en, precies. Dus, ja, en dat alleen al. Dat is altijd, het gras is altijd groener aan de overkant. Ja. En daar moet je niet naartoe. Je moet je eigen tuin toe, dan kun je die beste onderhouden. Dus. Ja, dus het is eigenlijk... Daar wilde ik zo direct eigenlijk naartoe van wat zouden de Roermondenaren nog kunnen leren van deze stad? Ik denk een heleboel. Nou, dat kan ik heel erg kort over zijn. Ik woon hier al een aantal jaren in de stad. En ik meende, of ik leefde in de veronderstelling voordat ik gids was, dat ik heel veel wist over de stad. Maar daar kwam ik snel achter toen ik gids werd, dat ik bijna niets wist over de stad. Dus aldoende je opleiding en wat dan ook, ja, daar komen steeds meer interesse, het wordt steeds meer breder.
Ja, dat is natuurlijk een ontdekking die, ja, dat kun je ook niet in één stadswandeling als burger van de stad meemaken. Maar het is wel mooi om dat te zien. Mensen te laten kijken van, kijk daarboven of kijk daar, of dat, heb je dat gezien? Ja. Nou, dat, die samenhang met de mensen samen, dat is het mooiste wat je kunt ervaren. En er komt heel vaak de antwoord, nu woon ik al zo lang in deze stad en dat heb ik nooit zien, met straal voorbij gelopen. Hmm. Mooier kun je niet hebben. Ja, dan ga ik even reclame maken voor onszelf. We hebben binnenkort gaan we een serie maken van 6 afleveringen over wat zit er nou onder die kloosters. Ja. Hè? De Roermond onder de grond. En de historie vertelt dat Roermond 2 keer afgebrand is, maar de kelders branden niet al. Die zijn er al. Ja, dat is ook een mythe die in Roermond leeft. Hè? Dus als je naar de mensen vraagt in de stad, wordt heel vaak gesuggereerd, alles was hier toch onderkelderd. En inderdaad, er zijn veel plaatsen, die mensen die wij bekend zijn, waar het helemaal doorloopt. En er zijn ook verhalen over van wat dan ook. Alleen, ja, je moet om daar te komen, moet je toestemming hebben, enerzijds van de mensen. Ja, precies. Ja. En je zit bijvoorbeeld, wat ik weet, onder het Kartuizerklooster, daar ligt een geweldig grote kelder onder. Een labyrinth onder? Ja, dat is onvoorstelbaar. Nou, mm-hmm. Dat is iets waar, ja, daar moet je al heel veel zegeningen krijgen voor dat je natuurlijk daar binnen mag. Maar ook gewone mensen, ja, zeg maar zoals de Heilige Geestkerk, dat je daar bij D&D naar binnen gaat en daar nog resten vindt in de kelder. Nou, dat is gewoon het hier, ja, zo zijn er tientallen. Ja, nou, we zijn nu een beetje onderzoek aan het doen van toen de Maria Theresia brug er nog niet was. Toen waren er ook wel kloosters die aan het water lagen, waar een hele industrie was van brouwerijen en van stokerijen. Maar wij weten dat er 32 bierbrouwerijen waren. Ja. Wat een heel mooie is, het Clarissenklooster hier in de Neerstraat. Daar weet ik wel van, dat hebben ook getuigen mij dat zelf verteld. Waar vroeger de Limburger was, onder die hele parkeerplaats schijnt een kelder te liggen wat helemaal met kurk bedekt is. Nou, daar hebben we navraag naar gedaan, maar ja, goed, dan krijg je weer... Dus er zit een gewoon een geheim onder de stad. En het, ja, dat is zo vaak geëtaleerd op welke manier dat er opgravingen zijn geweest, noemen we de glasfonds en dergelijke. We hebben nog heel veel verborgen geheimen in de stad. Ja, en de stad kunnen we niet 1, 2, 3 uitgraven. Nou, noem maar op, wat nu de kanselarij komt, ook hartstikke mooie ontdekkingen gedaan. Dat is gewoon prachtig om dat te zien. We gaan het vanuit het water benaderen. Maar goed, dat is even een verrassing. Ja, ja, ja. Ik zou zeggen, hoe kunnen mensen jullie vinden? Ja, u zit op de markt. Kan je dan gewoon naar binnen lopen en zeggen, ik wil wandelen? Ja, tuurlijk. Je kunt er naar binnen lopen, zeker op het tijdstip. Dus zoals gezegd, om 11:30 tot 1:00. Dus op dinsdag, donderdag en op zondag. Je kunt ook de VVV binnenlopen en vragen of je een groepswandeling wil doen. Je met de familie gaat, of met kennis, of met vrienden. Dat kan via reserveringen, dus daar kun je naartoe bellen. De informatie kun je altijd opvragen. Je kunt ook gewoon tickets kopen. We hebben dus de zogenaamde themawandelingen. Themawandelingen die iedere tweede dinsdag van de maand hier gegeven worden. Die we zijn bekend op Facebook. We hebben een eigen Facebookpagina, dus kun je dat zien. Je kunt bij de VVV, zoals gezegd, Hart van Limburg, kun je dat kijken. Er zijn legio mogelijkheden. En voordat mensen dat niet weten, we lopen vaker nu door de stad. En tikt dan zo'n man in dat prachtige pak en op een schouder en zegt, hoe zit dat eigenlijk met die gidsen? Nou, wij staan met raad en daad de mensen te woord en willen hem ook graag meenemen in de stad. Je brengt me op een idee, maar goed, later. In ieder geval, ja, bedankt voor je komst en ja, heel goed werk en uit liefde voor de stad. Ja, misschien van mensen uit de stad. Ja, die oproep wil ik zeker aan iedereen doen. Ja. Die liefde wat wij hebben voor de stad over te dragen aan de mensen die hier in de stad wonen. Of en pas verder, zijn komen wonen, hè? Ja, ja. Ik ga pas, zei iemand nog, die had het over dialect en zo. En dan zei ik, besef je eigenlijk wel dat Roermond uitgegroeid is van een stad van 25.000 naar 60.000. En dat van die 35.000 die erbij komen, zeker 3/4 geen dialect spreekt. Dus je zou eens moeten denken aan van, laten we die mensen eens oproepen om met jullie een wandeling door die stad te maken. We hebben zelfs een wandeling, Remuns in Remun.
Dus dat is het dialect, die kunnen we ook nog naar het Nederlands vertalen, want ook België hebben we gebruikt. Het kan allemaal. En dan krijg je zelfs een leesplankje waar je allemaal die woorden, wat wel lang vergeten zijn, die krijg je daar gepresenteerd. En die kun je via een puzzel en een kopje koffie helemaal oplossen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.